Jennifer verdween in oktober 2011. Na een aantal dagen werd ze doodgevonden in de woning van Anthony K. aan de Bourgoense straat in Rotterdam-Zuid. Het gerechtshof acht moord en verkrachting niet bewezen, maar doodslag en seksueel misbruik wel. De verdachte heeft groot en onherstelbaar leed aangedaan aan haar nabestaanden, hetgeen ook blijkt uit de ter terechtzitting in hoger beroep door de zus van Jennifer voorgedragen verklaring. Het hof rekent het alles de verdachte zwaar aan. 20 jaar cel is het maximale dat voor doodslag en seksueel misbruik van een kind jonger dan 12 jaar gegeven kan worden. Het opleggen van een maximumstraf van 20 jaar voor mijn cliënt valt tegen in die zin dat hij een blanco strafblad heeft en nooit eerder in aanraking is geweest met politie en justitie met betrekking tot geweldsdelicten.